Met ongeveer 800 boten van uiteenlopende types is de Hiswa-tentoonstelling 1968 weer groter dan de vorige. Een duidelijke illustratie van de steeds toenemende belangstelling voor de waterrecreatie. Voor de man die naar snelheid haakt is er onder andere deze raceboot te zien, die al vele records verzamelde. Voor de romanticus is er voor nog geen 40.000 gulden deze fraaie Enkhuizer Bol, een oud-Hollands platbodemzeiljacht, gebouwd met behulp van de moderne techniek. De echte zeiler vindt hier naast het driemans kieljacht de Soling de nieuwe tweemans zwaardboot de Klipper van Nederlands ontwerp, toegelaten tot de nationale wedstrijden. De boot is uitgerust met een dubbele bodem en heeft voor een vlotte waterlozing een open spiegel. Veel aandacht gaat ook uit naar de Tempest, een tweemans kielboot die spoedig na zijn verschijning in 1965 internationale erkenning kreeg. De 16 meter lange Vanguard Clipper staat hier gereed voor een reis om de wereld. Voor 192.000 gulden wordt men eigenaar van dit dieselmotorjacht, waarin het goed toeven is. De Hiswa kent naast de natte sectie voor de watersporters ook een droge waar kampeerders terecht kunnen. Maar voor beide categorieën is dit tweepits gascomfort interessant. Geen geknoei meer met lucifers, maar zelfontbranding met behulp van batterijontsteking. Enfin, u hebt het wel begrepen, de Hiswa heeft voor de vakantieganger zijn natje en zijn droogje.